De Nederlandse revolutie, de Franse revolutie en de Amerikaanse revolutie begonnen met een belastingoproer. Ja, ja. Die begonnen met koningen die geld uit haar gaven. Belastinggeld in. Ja, ik zat absoluut te denken. Hè. Dat is natuurlijk no taxation without representation. Ja, hè, dat was de Tea Party in Amerika. Ja, en de Boston Tea Party. Maar dat komt uit datzelfde gevoel, uit diezelfde principes. En dat is dus een verworven recht. Dat je dus een onafhankelijke partij hebt die daarnaar kijkt. Dat hoort in die architectuur.